Hey, Abos, fijne mensen. Jij moet toch even een vlog maken. Het is 4 dagen geleden alweer. Het is niet dat het 4 dagen geleden was. En ja, je moet er ook tijd voor hebben. En, vandaag ben ik een vriend geweest en zo. En, dus daar weer een vlog. En, ja, dat is een bepaalde persoon die zit het toch nog wel hoog. En, in Zuid-Limburg, die tijd dus moet reageren met onzin. Ik ga er verder niet op in. Het enige wat ik nog zeg, alles valt te verifiëren wat ik zeg. Alles is waarheid. En ik ben van begin af aan hier eerlijk tegen iedereen geweest. Tegen al mijn vrienden. Dat is het voordeel als je nooit liegt. Daar hoef je ook nergens zorgen om te maken. Zoals je ook van borderline. That's it. Meer zeg ik er niet meer over. Nou, ik zag gisteren ook bij die ene vlog dus van die steekpartij, die zogenaamde steekpartij, met die helikopter en ook dat valt te verifiëren. En nou, het heeft op teletext en alles gestaan, in de kranten dus ja. Maar dan had ik, er was muziek had ik op de achtergrond bij die vlog en ik had wel de YouTube licenties toen gelezen en die hele shit en alles. En er stond ook bij dat, weet je, dat zo'n muziek bij is, dat je een rechtgevende dat die meedelen in wens, als je eventueel wens maakt. Maar dan moet je, in Nederland moet je sowieso 100.000 vlogs hebben, wil je 1000 euro verdienen. Dus, en dan gaat het op deze manier niet worden als YouTube daar stelt ze maar die 300 of 100 er steeds vanaf haalt. Dus je gaat nog in 100.000 komen. Dus, maar ja, goed, daar stonden dus bij van het nummer was van de groep en 13 rechthebbenden. Dus komt er ooit een reclameblok voor het filmpje, zeg maar. Er zijn er 13 rechthebbenden die dus meedelen. Nou, ik denk dat ik flink kan gaan sparen om, om de rechthebbenden te kunnen betalen. Nee, maar dat is ook helemaal niet mijn bedoeling. Dat was eerst wel, ik denk, dan krijg ik ook misschien geld bij elkaar om te emigreren hier uit dit kutland. Maar dus niet. En wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, mijn schaatsen gisteren. Historisch moment. Nee, niet schaatsen, wat zeg ik? Tennissen. Federer tegen Tsitsipas of zoiets. Ik geloof het zweet was of zo. Nou, die verloor die Federer. Ah, die ging een paar mooie ballen tegen zich. Ja. Geweldig. Tennis was echt goed. Dus is iets voor in de toekomst in de gaten te houden met die tennis hoor. Het was echt, ja, echt een historisch moment toen die zo'n pak slag kreeg gisteren, die Federer. Echt ongelooflijk. Dus ja, oh, wil je rusten? Wacht even, ik moet even de televisie wat zachter zetten. Anders moet ik dadelijk ook nog de rechthebbende van het beupjournaal betalen. Ja, maar dat eerste had ik toen al gelezen bij de YouTube voorwaarden inderdaad. Maar ja, ik denk als jij gewoon muziek op de achtergrond hebt, dan kan er weinig gebeuren. Maar ja, toch niet, dus is het toch heel streng op. Maar ja, so be it. We zien het wel. In ieder geval kijk ik wel uit naar wat ik doe. Dus, en ja, met mijn nieuwe vriendin, ja, dat gaat wel goed. Nieuwe vriendin, niet mijn vriendin, maar een vriendin, vooralsnog. Je weet niet hoe het gaat. En contact gaan we leuk. We hebben net ook weer geërfd, avond gehad. Morgenavond ga ik er weer naartoe. Dus hartstikke leuk. Ik heb die andere, die Antilliaanse, wat ik 2 weken geleden hier een paar meter verder was geweest. Die van de kerk. En wat ik dus meteen tegen heb gezegd, ik ben een atheïst. Ik geloof niet. Ja, ik geloof mezelf, maar voor de rest niet. En dat was dus na 2 dagen. Heb ik, ja, beter niet in, noem maar op. Dus, ik heb die een brief geschreven gisteren, maar luister, ja. Ik had er ook niet meer in gedachten dan gewoon een vriendin en that's it. Dus ik heb er wel een brief geschreven van, hoe en wat ik vind. En ik hoop dat we gewoon vrienden kunnen blijven. En, that's it. En verder een rustig dagje gehad. Gisteren pijn aan mijn armen vergissen met die wasmachine slepen bij die vriend. Die badkamer die moest helemaal gestript worden en die man is 65 jaar, dus die kent zelf niet meer hoeveel. Maar ik had me wel een goed gevoel, want iemand anders zou het eerst doen.
En hij heeft het af laten rijden. Ja, dan kan ik niet tegen. Afspraak is afspraak, weet je. En dan zo'n man, die kan het niet alleen. En dan laat je die man zitten. Dus gelukkig was ik daar. Ik heb die man geholpen. En nou ga ik weer eten, want ik heb lekker Irakees eten ook meegenomen van die vriend. Hij is een Irakese man. Dus nou ga ik lekker eten. En ja, wat appen. En tv kijken, denk ik. Beetje lullen met mijn maat hier nog. En ja, abo's. Ik wens jullie een fijne avond. En diegene wat altijd die rare dingen schrijft, wordt volwassen. Wordt volwassen. En leer eens wat. Leer eens wat. Want kennis is macht. Yes.